We gaan pizza's bakken in deze houtoven. Kijk, we hebben genoeg hout om een lekker vuurtje te maken. Eerst moeten we pizza deeg maken. Ik heb hier verse gist, een beker, een halve beker warm water en ik heb een beetje suiker. Zo. Dus gist. Nog een beetje suiker erbij. Zo. Nu ga ik het een beetje schudden, dat de gist overal lekker bij kan en lekker kan eten. Zo, de gist laat ik even het werk doen en dan over een uurtje komen we terug. Zo, het is nu tijd om een vuurtje te maken. Hoi. Prachtig vuur. Vuur heeft zuurstof nodig, dus daarom ga ik eventjes wapperen. De gist is lekker gaan werken. En het ruikt een beetje naar zeep. Dus kilo bloem. Ga ik daar de hele bak mee vullen. Oh. In Spanje noemen ze de bloem Arena de Trigo. Haltje. En daar moet je dit in gieten. Ook moet er een beetje zeezout in. Ik ben klaar met kneden. Het vuurtje brandt goed. En ik heb mijn handen gewassen. En nu gaan we deze even laten rijzen. We hebben allemaal lekkere dingen voor de pizza. En dit is tomatensaus. Dit is mozzarella. Heerlijke smeltkaas. Dit is een halve kilo tonijn. Dan hebben we nog kappertjes. Een beetje rucola of raketkruid. Wat olijven. Nou, daar moet het mee lukken. Ik heb een beetje bloem gestrooid. En nu ga ik het pizzadeeg kneden. Je kunt je op deeg lekker afreageren. Boom, 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 tada! Verse tomaten. Dit is al een lekker deegje. Ik heb nu een bakpapiertje en daar heb ik de pizza op. Nou, wat zullen we er als eerste op doen? Lekker saus natuurlijk. Zo. Papa. Een beetje randen. Lekker heel veel kaas. Je moet nooit te veel op de pizza doen, want les is morgen. En nou gaat de pizza de oven in. Het is wel lang wachten, zeg, als je trek hebt. Dit is mijn pizza. Hij is heel goed gelukt. Ik ga hem helemaal zelf opeten. Hé, dat is niet eerlijk. Ik mag toch ook een stukje? Ja, jij mag wel een stukje, joh. Zo, dit was Aaron Weet Het. Tot de volgende keer.